Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Panda Stomerij, Hello ICT Oplossingen, It2Grow, Grand Food en trainingskampen.nl. Hartelijk welkom bij Haaglanden Voetbal op Trainingskamp. In deze editie volgen we het Haagse VUK op Gran Canaria. VUK had de middagvlucht naar Las Palmas. In de vooravond kwam de ploeg aan bij het hotel. Het inchecken verliep met hulp van trainingskampen.nl snel, waarna het gezelschap kon aanschuiven voor het diner. Maarten, ja, welkom op Gran Canaria uit de Vrieskou. Jazeker, het was heel koud ja, vanochtend toch. Hoe is de vlucht gegaan? Ja, prima. Alles netjes op tijd. En ja, een hoop gezelligheid in de groep natuurlijk. Dus ging verder allemaal prima. Vanochtend vroeg verzameld op VUK met de bus naar Schiphol. En daar was alles voor ons geregeld, konden zo doorlopen en ja, nu staan we hier. Hè? Heb jij ons netjes opgewacht? Het is zo dat VUK is niet voor de eerste keer op Gran Canaria. Nee, klopt. Vorig jaar zijn we hier ook geweest. En jaren daarvoor zaten we meer in Zuid-Spanje. Maar het was heel goed bevallen. Ja, de weer is hier top. Het is natuurlijk iets zuidelijker natuurlijk. En vandaar dat we dit jaar het ook weer gedaan hebben. Want dat is natuurlijk ook voor zo'n ploeg een enorme overgang. Als je uit Nederland komt hier, ja, pakken we 25 tot 28 graden. Ja, nou ja, ja, jij zei dat 29 graden was hier vandaag. Nee, bij ons was het zo rond 4 graden. Dus ja, dat is, we komen hier ook met dikke jassen aan en die kunnen nu de koffers in. Ja. Voor de club ook belangrijk, want ja, VUK staat er goed voor. We willen natuurlijk het liefst zo snel mogelijk, als het kan, binnen een jaar weer terug naar het hogere niveau. Ja, dat is natuurlijk wel onze doelstelling. Dat mag je niet hardop zeggen, maar dat is wel de bedoeling. En ja, we staan natuurlijk bovenaan. We zijn natuurlijk periodekampioen, winterkampioen. En we staan samen met Donk natuurlijk bovenaan. En ja, we gaan het hard tegenaan om natuurlijk gewoon voor te blijven. En ja, we willen eigenlijk gewoon weer terug in de eerste klas. Spelers die moeten hier tegenaan trainen, wedstrijd spelen. Voor een bestuurder is het best wel even lekker dadelijk in de zon. Jawel, jawel. Ja, we hebben natuurlijk veel mensen die eromheen ook meegaan. Ook voor de gezelligheid natuurlijk. Maar goed, we gaan natuurlijk wel kijken. We gaan ook nog padellen. We hebben morgen een wedstrijd tegen Sneek. We hebben ook wat ruimte om gewoon te ontspannen. Dus dan zullen we met z'n allen wel naar het strand gaan. En, we hebben alweer een etentje aangeboden gekregen van de sponsor van ons. IT2Grow en Hello. Die gaan een etentje sponsoren van de week. Dus ja, het komt allemaal goed denk ik. Hè? Heel veel plezier. Dankjewel. Komen we even tegen. De volgende dag moest VUK al aantreden voor een wedstrijd tegen Wit-Zwart Sneek. Een wedstrijd spelen op de eerste dag was een bewuste keus van trainer Rob de Lange. Ja,
Fuck had kansen zat, maar moest met een nipte 3-2 nederlaag genoegen nemen tegen Sneek, dat ook in de tweede klasse speelt. Rob, op het warme Gran Canaria, wedstrijd tegen Sneek. Je begint goed, maar toch even een mindere fase, sta je ineens met 2-0 achter. Ja, twee persoonlijke fouten. Hè? Een bal waarin je de opbouw eigenlijk moet verzorgen. En die wil over 5 meter inspelen met een vent in je rug. Nou, dat is natuurlijk een andere bal hier. Die moeten we ruimen. Het neemt niet weg dat daarachter daarna ook nog dicht moet staan. Maar ja, dat, laten we het dan maar ophouden dat het te warm is. Dat ze last hebben van de zonnesteek. Ja. Goed, dan ga jij toch op een gegeven moment uit je dak. Want je zegt, jongens, luister, dit kan natuurlijk niet. Elk doelpunt tegen is gewoon 8 minuten duur loopt. Nou goed, voor rust pakken ze de eerste 8 minuten weer terug. Ja, ik denk, hoef ik morgen ook niet meer na te denken over die training. Als het 5-6-0 wordt, dan zijn ze even bezig. Maar ik moet wel zeggen dat ze die handschoen goed opgerapen hebben. En in de pressing gelijk hoog druk gegeven, ondanks het warme weer. En nou, ik denk dat we verdiend gewoon 2-1, 2-2 hebben gemaakt. En dat we er eigenlijk overheen moeten lopen. Ja, want vlak na rust die 2-2, daarna krijg je een paar goede kansen. Melvin Visser onder andere, een lob die niet lukt. Goed schot wat gepakt wordt. En ik denk een overtreding op Bijnema die normaal gesproken 100% is. Dus joh, maar daar gaan we ons niet achter verschuilen. We krijgen daarna een drinkpauze. En dan moet je gelijk, die hebben we in ieder geval volgende week niet met die temperatuur in Nederland. Dus daarna moet je wel gelijk scherp zijn. Dan staan we te slapen bij een uitbal. Dus, inderdaad, de 3-2 bal binnenkant paal. Ja, daarna toch nog wat mogelijkheden gekregen, wat schoten. Keeper pakte weer nog een goede bal. En, ja, maar ja, goed. Het is in ieder geval een nuttige oefenwedstrijd geweest. Zitten nou die 8 minuten er nog in? Ja, dat is morgenochtend. Hè. Daar beginnen we mee. Dus 8 minuten is niks, Tom. Trainingskamp als zodanig, omstandigheden perfect natuurlijk. Bewust speel jij op de eerste dag al de wedstrijd, hè? Nou ja, kijk, weet je wat het is? We spelen op zaterdag. Volgende week zaterdag spelen we al een competitie. Nou, als je ze uit de ritme wil halen, dan moet je op zondag gaan spelen. Op maandag trainen en dan dinsdag ook nog wat doen. Dus nou, gewoon zaterdag spelen en we zijn pas 1 nacht, zeg ik het, hè, hier. Want als je natuurlijk, je weet dat jongens niet thuis blijven. Ik klom vroeger ook zelfs uit alle ramen om weg te gaan. Tegenwoordig hoeft het voor mij niet meer. Ik zit op mijn gemak. Ik ben 58 ton. En met de sponsors en de supporters. Dus ik vind het allemaal wel goed. Maar als ze te vermoeid zijn, dan gaan we alleen maar onnodige blessures creëren. Veel plezier nog. Hartstikke bedankt. Ja, kom op, gasten. Op de derde dag op Gran Canaria stond er een training op het programma. Fuck op trainingskamp, Gran Canaria. Hoe bevalt het tot nu toe? Ja, de hele keer, Tom.
ja, 25 graden, nu is het een beetje bewolkt. Maar ja, is lekker natuurlijk. En gezellig met die gasten. Ja. Gisteren een wedstrijd gespeeld. Ja, gisteravond dan, ja, spelers mochten weggaan. Lag je ook vroeg in het mandje? Nee. Nee, ja, uurtje of vier was het. Dus ja, vanochtend had ik daar wel een beetje last van. Nog steeds wel. Dus misschien even een uurtje liggen als het toch bewolkt is. Goed, wat dat betreft is het wel lekker. Het is wel benauwd, maar goed, de felle zon is er niet. Dat scheelt wel even op die training. Ja, voor die training wel, maar we zijn nu niet heel hard aan het trainen. Gisteren die wedstrijd, toen was het natuurlijk heel warm. Dus ik had het liever andersom gehad eigenlijk. Maar, okay. Ja, ja. Maar jullie al net het spelletje hoog houden van de bal, het was een beetje hilariteit, hè? Ja, ja, anders had een spelletje bedacht en ja, dollen met die gasten natuurlijk. Dus hoe is de sfeer binnen de ploeg? Ja, onwijs goed. Ja, we zijn eigenlijk allemaal vrienden van elkaar eigenlijk. Tenminste, ik ken Brentje Ro vanaf mijn jeugd. Jeff, Max, ja, eigenlijk iedereen. Mel ook, daar heb ik vroeger nog mee bij ODB gezeten, dus nee, top. Gaat goed ook in de competitie wat dat betreft. Je hoeft nu geen spijt hebben van die overstap van Die Hagen naar Vuk. Nee, nee joh, we staan bovenaan natuurlijk en ja, wel samen met Donk. Dus ja, de tweede seizoen zo moeten we het afmaken. Maar goed, Vuk heeft nog te lang staan, hè? Ja, ik hoop het wel, Tom. Maar, veel plezier nog. Dank je, dank je. Roderick, overstap van Velo naar Vuk. Kijk naar de competitie bovenaan. Ik denk dan dat je prima bevalt bij de club. Ja, zeker. Het is een heel leuk team. Heel veel jongens die ik al heel erg lang ken. Dus dat is heel mooi. En ik denk ook dat we het goed doen in de competitie. Dus niks te klagen. En dan trainingskamp op Gran Canaria. Dat is natuurlijk ook niet verkeerd. Nee, ik was het met mijn oude clubje Velo natuurlijk al gewend hier. Dus ik wist wat ik kon verwachten. En nou ja, het voldoet volledig. Lekker weer, mooi, alles erop en eraan, dus helemaal top. Ja, dus jij bent ook zo'n speler die kijkt even naar de clubs die naar Gran Canaria gaan op trainingskamp. Ja, ik volg jullie bij Hagelanden Voetbal, ik lees dat allemaal, ik vind dat mooi om te lezen. En ik zie die verslagen en dan denk je, ja, dat is toch wel top. Gisteren een wedstrijd gespeeld tegen Sneek. Je maakt nog een vrije voorbereiding voor een treffer. Je maakt er geloof ik nog één. Ook dat nog. Ook dat nog. Ja, een wedstrijd die je normaal gesproken gewoon hadden kunnen winnen qua kansen. Ja, we maken het toch zelf een beetje lastig als je natuurlijk 2-0 achterkomt na 20 minuten. Dan loop je een beetje achter de feiten aan. En ik dacht toen we het op een gegeven moment 2-2 hadden, nou, dan gaan we er nog overheen. Maar je ziet dan ook dat de kracht een beetje wegvloeit. Het was heel warm en ja, uiteindelijk verlies je denk ik ongelukkig. Maar als we zaterdag maar winnen. Speelde ook een rol dat de trainer had gezegd, jongens, elk kogeltje tegenkrijgt kost je een dag later een duurloop van 8 minuten. Nou, ik moet zeggen dat toen hij dat zei, dat ik wel even dacht van even met z'n allen knokken nou, want niet meer zo makkelijk. Dus ik was ook blij dat we toen die 2-2 maakten. Ik denk, nou, dan zijn ze eraf. Maar toch die goal tegen. Maar we hebben net gelopen en op zich ging het prima. Dus, ja, 8 minuten is voor voetbal op dat niveau nu eigenlijk niks, hè? Nou, met een klein drankje van gisteravond valt het wel eens tegen. Maar gelukkig liepen we wel eens goed mooi uit. Ja, het is wel heel hoge sfeer. Je ziet het hier ook op de training. Er is een hele goede sfeer onderling. Ja, ik denk dat wat meespeelt is dat heel veel gasten elkaar al best wel lang kennen. En ook een beetje dezelfde leeftijd hebben we. Best wel veel jongens van 25 tot 30, zeg maar. Ja, en dat brengt gewoon een leuke dynamiek met zich mee. Ja, en dan voldoet er ook zo'n trainingskamp. Want het belangrijkste op zo'n training is natuurlijk lekker, een wedstrijd is lekker. Maar vooral natuurlijk ook de teambuilding. Ja, ik denk dat je er voor beide natuurlijk naartoe gaat. Aan de ene kant wil je je goed voorbereiden op de twee seizoen zelf. Maar ik denk ook dat het belangrijk is om met elkaar goed om te kunnen gaan. En op zo'n trainingskamp als dit bouw je daar fantastisch aan. Ga je er vanuit eind van het seizoen kampioenschaal omhoog? Nou ja, laten we het hopen van wel. Ik ben er wel hiervoor naartoe gekomen om kampioen te worden. Dus als we dat kunnen bewerkstelligen, dan zou dat top zijn. Vol vertrouwen vertrok Vuk vanaf Gran Canaria. De start van de tweede seizoenshelft was, mede door blessures, een tegenvaller. Maar Vuk blijft gaan voor promotie aan het einde van het seizoen. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Panda Stomerij, Hello ICT Oplossingen, It to Grow, Grand Food en trainingskampen.nl.